I wish I could make Catherine understand my actions. Kijk, we zijn weer terug in het... wat ik denk dat het laatste deel is. Aangezien wij iedereen... Ik wou zeggen gespekt eten. Aangezien wij iedereen bekeken hebben. Behalve zij. Shirley Downs. De laatste buurtbewoner. Die een toeter in de hand heeft. Last night, my neighbors watched in merriment. Catherine had to rescue me from Lady Doe's basement. Ja, wij zaten vast in de kelder. If the bruises on my body are anything to go by, then I'm clearly making an impression. Zij woont boven de crow's nest, hè, hebben we gezien. I've lost too much to het café. But will Catherine ever forgive me? Ziet er wel uit als een groot gebouw. Shirley is... Het doet iets in een kluis. Ik ga mij ongetwijfeld straks onderzoeken. Safe. Doing something in a safe. I'm not sure what. I might need a closer look. Either way, I can't see from here. Ze kijkt wel zo van, wat is er aan de hand? Hier kan ik een foto van maken. I wonder how the searches have been going. Gewoon van de naam The Crow's Nest. The fact that I haven't heard anything speaks volumes. Oh, hier kan ik een foto van maken nog, ergens van, zag ik? Ja, daar is een man. Ja, dat is die, had een briefje gevonden. Don't give up hope. I'm still looking. Of kaartjes, wat is het? Ik dacht dat ik hier wat kon vinden nog. Want, oh ja, hier. Looks like nobody's home. Most people are at Sunday service. Sunday service. Oh, ze zitten te roken in het raam. The church going type. Ja, we hadden gezien dat er een asbak was ook bij die Miss Doer, hè? Hé, die spiegel. Ja. Ja. Blueprints. Die kandelaar. Ja. She's just... sitting, smoking at the moment. Zo hoort iets? Not really do. Hang on. Zo hoort iets? She's seen or heard. Gaat de deur open. Something. Zie je? Ja. Zij ziet of hoort iets. Ze pakt een kandelaar in de hand. Ze komt daarmee. Ja. She's got a weapon. Candlestick. That's not going to do anything. Oeh, zij ziet iemand die wij niet zien. Ze staat achter die deur. Oh, ik kan spectaten. What in God's name? Is there someone inside with her? My attacker. Praat ze met iemand? Something smashed. My attacker is in there at this. Hij lijkt er wel op. Maar wij hebben niet die persoon gezien. Waar is die candlestick nu? Die is weg. Die zet ze neer. Nee. Jawel, die zetten ze er net het hoekje neer. Oké. Wat ziet zij? Zij ziet iets. Do this alone. Trust me. I know how this ends. A poolstock? A poolstock. Een biljartkeu heet dat. Shelley, be careful. Even if I leave now, I won't get in time. Christ. Ze gaat daar naar binnen. Waarom doet ze dat? Dat ze geen slimme vrouw is. Ja, maar ja, hoe moet ze dan? Ze is nu die kamer ingelopen. Wij zien verder ook niks. Ook niet ergens anders. Ik hoor wel spannende geluidjes. Ja, dat hoor ik ook. Wat? Ze komt terug. Searched the whole place. Ze komt weer terug. Doesn't look like she's seen anyone. Wij hebben ook niemand gezien. Nee. En nu? Nu doet ze zelf die deur weer open. Good. She's safe for now, at least.
Is dat zo? Ik hoor voetstap. Ik hoor lawaai. Ben je bezig? Yeah. Either the police or Lady Dower cleaned the broken glass from last night. Bij de broken glass, ja. Van die melkflessen. Mm-hmm. Hij loopt hier met een bezem. No one has a clue what's happening. Tony Morgan. He's seen something. Something in the alleyway. Oh, is het? Oh, God, she's been attacked. Waar dan? Hey, daar. Ze heeft een klap gehad. Ze stort in elkaar. Tony, ga daarheen. Ja, goed, Phil. Careful, Mr. Morgan. It might not be safe. Ze heeft een klap gehad. Hij ziet niks. Bel de politie. Bel de Wouten. Bel de Wouten. Mr. Morgan. You take her to the hospital. I'll call the police. Met een camera in de hand. Naar die man toe roepen. Enough time should have passed. Maybe I can get into the crow's nest without anyone seeing me. I'll call the police. Ja, niks ervan. I'll call the police when I'm good and ready. I'll call the police when I'm good and ready. Van eerst even snoepen. Deze man zit echt vol slechte ideeën. Ja. Yeah. Who attacked us? What did they leave behind? Daar ligt nog iets in de steeg, zie je? Ja. Die duiven vind ik verdacht. Wat ligt hier? Wat ligt hier? Well, this belongs to Shield. Oh, die headband van haar. It must have fallen off during the attack. Daar kunnen we verder niks mee. Oh. Zag je dat? We rolden er vanaf. Police. Hier ligt glas. This must be the smash I heard. Yeah, this must be the smash I heard. Attacks someone from behind. Police line, do not cross. Dit is de ingang, maar ik kan ook nog hier verder. Laten we dat eerst doen. Dit is haar rookruimte, denk ik. Twee mokken, dus ze rookt hier niet alleen. Twee mokken betekent ze rookt niet alleen. Ik kan hier niks aanklikken. Nee, ik kan hier niks. Dan moeten we toch eerst naar binnen, denk ik. Moeten we weer lockpikken? Kan kloppen. Are you still here? Goeie vraag. Are you still here? Iemand dan roept, ja, ik ben nog hier. Er brandt nog licht. De politie is hier nog aanwezig. It's locked. Die deur zit op slot. Oké. Search meeting point. Charlemagne Morgan has been abducted. Register here to join the search. Pick up a pile of posters. Search party will take place in the main bar area. Krijtje. Kunnen we niks mee. Krijtpacket. Kunnen we ook niks mee. This is where Mr. Morgan and Theo joined the search. Ja. Today's search, Dower Docks. Politiehoed. Flyers, ja, die kennen we wel, die flyers. It's unlikely that. Hey, hier onder staat wel iets. For more information, call Mr. T. Morgan. 5299. Mensen hebben hier telefoonnummers van vier getallen. Blijkbaar. Ik kan mijn vijf getallen nog wel herinneren. Potlood, kan ik meenemen? Oké. Okay. Toch nog een item gevonden. Misschien is dat relevant. Deze poster. Bad means bad. I'm glad I'm not on Shirley's bad side. Landlady Shirley Downs.
Okay. If you break a dart or lose a snookerball, oh, dan word je eruit gezet. Oké. Oké. Mensen krijgen kroegverboden. Locked. Oké. Okay. Ja, deze deur. I know you're in here. Hoe ga ik dat doen? Hier is niks. Hier is ook staff only. Oh, hier kan ik in. Hier kan ik in. Hello. You can't hide anymore. Food, tin, cocoa. Wat is dit? Kan ik niks mee? Milkbottle? Kan ik ook niks mee? Recipe book. Downs family recipes. To my darling daughters, Annabelle and Shirley. Is dat relevant? Condensed milk, dat is echt vies. Ja, man. She must have been cooking when the attacker arrived. Oké. Okay. Ga ze maar even uitzetten. Ja. Food jars, broccoli. Zo verdacht. Ja. Mes. Hier kan ik... Hey, zat er bloed in? Ik kan het niet aanklikken in elk geval. Even wheelie maken. Hé, hey, je deur beweegt. Oei, joh. Hier is die garage waar ik niet in kom vanaf de andere kant. Dit is de bar. Is anyone here? No. Well, at least I can look around without keeping an eye over my shoulder. Nou, dat denk ik niet. Wat denk jij? Ik denk het ook niet. There's a lot going on around Riverport. Yeah. The town's moving on. Ik heb hier een foto van gemaakt, maar ik weet niet van wat. Er is een hond kwijt, Boris de Dog. Hier is een telefooncel. Er zit een muntje in. Token, kan ik meenemen. Bart means Bart, ja dat weten we. Verder kan ik hier niks mee. Toilets. Er viel iets om, hoor je dat? Hallo. There's nowhere to hide this time. Oh, Jesus. Ik zei het al, die duiven zijn verdacht. I suppose you think that was funny, jumping out at me like that. You have no idea how close I was to talking to a bloody pigeon. Now what am I going to call you? Sowieso Fluffy. Fluffy. You don't say much, do you? So, Fluffy, who do you think attacked Shirley and I? Well, no, you're probably right. Hoe lang kunnen we dit volhouden, denk je? Oh, niet langer dan dit. Oké. Okay. Hier binnen is verder niks. Fluffy kunnen we ook niet verder niks mee. Hier zit bloed in. Hier zit zeker bloed in. Jesus, what happened here? Not with all the police presence, surely. Dit doet niks, blijkbaar. Oké. Okay. Kastje. Lok. Wat heb ik, een potlood? Nee. En een token. Ik heb geen lockpicks hier. Urinoirs. Sure what I was expecting. Nothing here.
Not sure what I was expecting. Nou, inderdaad. Nee, die kast moeten we openen op een later moment. Ja. Moeten we niet vergeten dat die kast open kan. Dial. Ik heb 5299 opgeschreven net ergens. Maar waarom zou het telefoonnummer van meneer Morgan het slot zijn in de kroeg? Dat is waar. Het is random. Dat was het telefoonnummer. Ik was vergeten dat het het telefoonnummer was. Oeh. Hier hebben we nog die hond is kwijt. 3323. Het chef. Dat zijn allemaal belangrijke getallen, denk ik. Dat denk ik. Rope repairs. Groucho's restaurant. Heb je Terrence Trilby ook weer? Mhm. Kunnen we nog de andere kant op? Ja, hier naar de bar kunnen we nog, denk ik. Daar is een deur die op slot is, met een hangslot. Zie je dat? Ja. Er ligt een kapot glas waar we niks mee kunnen. Hier is de kassa, hier is een plaat. Oh, dat is weer die Bart means Bart. Een stem. Mm-hmm. Fluffy? So this is what the police call looking for Charlotte May. Dat was een bug, denk ik. Inderdaad. Politiehoed. Playing card. Deck of cards. This is why I don't gamble. Ace of spades. King of spades. Oh, hij heeft een straight gemaakt. Zie je dat? Mm-hmm. Staat niks op. Maar er wordt hier dus gespeeld tussen een agent en iemand anders. Lijkt het? Is dat relevant? Ik weet het niet. Hier is weer een kastje, er zit een dartbord in. Ook weer locked. Daar moet ik de sleutel van vinden, vermoed ik. Komt er nog die kassa? Wat zeg jij? Die kassa, komen er nog mee? Ja, ik ga nu proberen om daar achter te komen. Als in om achter de bar te komen, niet om erachter te komen dat we er iets mee kunnen. Snap ik. Jukebox. Oh. We hebben een token. Ja. Maar we weten niet wat we moeten aanvragen. Misschien moeten we dat nog ergens vandaan halen. Ja. Oh, is de camera gaat in één keer hier naartoe. Oké, dan kunnen we hier in. Lekker. Last orders. Everett cigarettes. Twee keer. Geen bijzonderheden. Nee. Die kast met drank. Prices are steep. It's a wonder she has any customers at all. Beat Hill whisky, die hadden we gevonden in die wereldbol. Mm-hmm. Braystone's bitter is de enige die sold out is. Is dat relevant? Ik heb geen idee. Mogelijk. Hier de tapkranen. Riverport cider. Oké, okay. In wheelbrew. Farlsworth. Dat logootje is hetzelfde als Foster's trouwens. De kassa. Well, probably nothing inside it, but worth a look all the same. Er zit ook een slot op. It looks like a staff note. Leaving in a rush today, can't remember. Okay. Hij is de sleutels kwijt. The last thing I did was clean the jukebox. And put all the chairs back around the pool table. Oké. Okay, dus daar moeten we zoeken. Ja. En? They haven't hooked up all the beer taps by the sound of it. Haven't hooked up all the beer taps. I have an idea where to look, at least. So is it. To Shirley. Envelope. Let's see.
Larry came home. Oh, dat was die gast die op dat dak had gelopen. Ja. Yeah. Die zijn schoen verloren was. Ja, yeah, walked all the way in one shoe. Ja. Yeah. Oké. Okay. We weten niet wie Sheila is. Larry sounds like a charming fellow. No. Box. Ik kan open. Wat is dit voor ding? Coupler handle. Geen idee wat het is. A handle of some kind. There must be something to do with the pub. A handle of some kind, yeah. Coins. Coins. Pintglas? Nee, maar niet relevant. Nog meer tapkranen. Die was niet aangesloten, Braystone spitten. Mm-hmm. Misschien moeten we deze in een bepaalde volgorde omhalen, uiteindelijk. We moeten die tap aansluiten van de Braystone spitten. Goeie view dit. Ja, we kunnen hier niks verder. Hier is een van die poolstokken, die staat er nog. Bar means bar, dat weten we. Kunnen we ook niks. Keu. Huh? Hm? Ik heb een keumand. Hé, hey, daarboven liggen sleutels. Hé. Hey. Lekker. Ik moet hem daar inhouden zonder rare dingen te doen, denk ik. Ja. Echt. Gotcha. Lekker, man. Kijk, strafkies. Hoe komen die sleutels in een lamp? Ja. Vertel mij hoe ik dingen kwijt moet raken. Oké. Okay. Dit is de deur naar haar huis. Noot. So the magnetic door can be turned off with the breaker switch in the delivery room. Ik heb geen idee wat er staat. Hij zegt wat er staat. Oké. Okay. Magnetic locks in your office. In de delivery room kun je die uitzetten. Okay. Adam. Wie is Adam? Geen idee. Dat weten we niet. We kunnen denk ik met de staafkies die kast in de wc openen. Mm-hmm. Als we daar dan eerst even naar backtracken, dan hebben we gewoon de eerste kamer als eerste gedaan. Mm-hmm. Dat is hier toch? Toilets, ja. Staafkies. Key 1. Nee. Key 2. Ja. Kastje open. Oh. Hey. Hairpin. Dan kunnen we mee lockpicken. Kunnen we mee lockpicken. I'll have a use for you. Kunnen we nu niet in deze kast kijken? Nee. Huh? Random. Maar nu wel. Oh, jawel. Nog meer sigaretten. Cleaning tablets. Would be useful. En er staan weer dingen bij, hè. Loss of memory, yep. Loss of consciousness, blurred vision. Dat wordt later weer relevant, denk ik. Daar kunnen we niks mee, die mop ook niet. Nee, dit is het inderdaad. Oké, dus dat was key 2, was van dit kastje. Wat was dit voor deur? Oh ja, daar hebben we een cijferslot voor nodig. Even verder onderzoeken. Hier hebben we nog een slot. Oh, en daar links ook. Padlock. Die kunnen we lockpicken met de hairpin. Ja. Mm.
Oh, in twee keer. Oh, kut. K. Oh! Ik zei in de vorige video, gaat het ons ooit nog lukken om bij de eerste poging de goede plek te vinden? Dames en heren, het is ons gelukt. Zeker wel. Strijders van het eerste uur. Oos. The police evidence board. Wij zijn een suspect, zie je dat? Wat? Ja. The McKees hit a dog. Killed dog. Er was een hond vermist eerder. And Levy was diluting oils, among other things. Ja, dat hadden we al gezien. Catherine said as much and I didn't listen. Evidence board. And what's this? Evidence I haven't seen. Rack with chemicals. I'm pulling at straws. Well, just as I thought. Ja, dat is die chloroform. Mm-hmm. Rope found at scene. Die hadden we ook al gezien. There was something here. Why have they removed it? Er is iets weggehaald. Glass shard found at scene. Well, this was smashed during the attack. Plantpot, die hadden we ook gezien. Ja. Yeah. Shelley thinks that this Larry fellow could have been involved. Ja, yeah. En Harold Levy is niet toegestaan. Jennifer Margate, hebben we die naam eerder gezien? Nee, hè? Nee. Henry Burton ook niet, Jim Thompson ook niet. En Larry is die weglopen. Ja. Yeah. Behaving very odd, Larry. Hier nog een token. Looks like it's for the jukebox. Ja. Yeah. I should look a little closer at this. No. So, we gaan natuurlijk als laatste naar onszelf kijken. Just not for the abduction of Shelby. A waiting warrant for arrest. I hope they get that warrant soon. Okay. It looks like they have a fine coming that way. Poor dog. No wonder they tried to hide it. Maar ze hebben dus die hond in hun huis geslagen. Ja. Yeah. Circumstantial. Damn the law. They know full well what they found. Yeah. They're just not allowed to act on it without new evidence. Yeah. We thought of. Yeah, nu wij zelf. I wonder what she told them about me. I know I said a lot of things it's about my father, but I think having him on a suspects board is a mistake. Reason to find that little girl and prove myself. Well, I can't say I'm surprised. And they're just as clueless to who took her as I am. Zijn we toch verdacht, hè? Hebben we alles gezien, ja toch? Ja. Alleen, we hebben dus gezien dat er iets weg is. Ja. This is good stuff. This is good stuff. This is a gold mine for my evidence board. Die hairpin zijn we nu kwijt, denk ik, hè? Staff key. Nee, die moeten we lockpicken. We hebben nog een potlood. Dan kunnen we niet meer lockpicken, denk ik. Nee. Dus hier worden we niet wijzer van. Maar we hebben nog staff key 1 en 3 niet gebruikt. Hier, de dartboard. Mm-hmm. Key 1. Incorrect key. Dan wordt het key 3. Unlocked. Lekker. Kijk, er zit een dartboard in. Pijltjes. Kan ik meenemen? Kijk, kan ik daarmee lockpicken? Sowieso. Damage dart. Take damage dart. Daar kan ik mee lockpicken. Dat zag eruit als een lockpick namelijk. Krijtjes. Nou, die scores zijn niet relevant, denk ik. Dit wel. Catherine is trying her best to fit in. Catherine doet mee met darten. Mm-hmm. De andere namen zijn niet bekend.
Deze nummers nog van belang? Geen idee. Dat cijferslot dat we hadden was voor 4 cijfers, hè? Ja. Dan is dit niet relevant. Hier staat 108 omcirkeld. Loser buys next round. 108. Weet ik niet. We hebben nu sleutel 2 en 3 gebruikt. Sleutel 1 nog niet. Oké. Okay. Hier is nog een deur. Oh. Ik schrok. Sorry, mijn kat gaat opeens random aan mijn hand likken. Oké. Okay. Landlady Downs office. Pas hier. Nee, ik kan niet bij die deur komen. Nee. Waar hebben we nog geen sleutel gebruikt? We kunnen nog muziek afspelen. Die storage room zijn we nog niet geweest. Oh ja. Dan moeten we terug door deze gang. Wacht, we kunnen lockpicken nog. Ja, naar de dekpijltjes. Ja. Lekker man. Kijk. Met de damage dart kunnen we lockpicken. En wat denken we hier te vinden? Oh, weer een keer. Oh, kut. Lekker hoor. Geduld bewaren, jongens. Geduld bewaren. Daar kan ik niet in. Buitenom. Geduldig blijven. K. Oh, weer twee kaarten op elkaar. Oh. En wat is hier binnen? Oh, they're busier than I thought. Catherine's been working hard. Foto. Case file. Kunnen we lezen? Jezus. Assault on Tony Morgan with a weapon and abduction. Police report. Ja, too long didn't read. Basically what the newspaper said. Charlotte May Morgan, die posters die kennen we. Politiehoed. Je laat ze ook maar overal slingeren, hè, de politiehoed. Ja man, alsof het niks mag kosten. De letter. Looks like this note's been flagged by an officer. Shirley knows how to put on a song and a dance. I already know she's a liar and a thief. Hmm. Telefoon hoor ik, hoor jij die ook? Ja. I know Jennifer Margaret, a friend of yours. She's lucky it did do something. Okay, she's barred for life. Is er nog een aparte noot? I know that Shirley is on the evidence board, but as we're reading this, I wonder if she should be. A. Foster. Wie is A. Foster? It gets more and more interesting every time. We gaan even opnemen. Waar is je telefoon? Een telefooncel. Oh ja. Ja. Hallo. The Crow's Nest. Oh, thank God. William Crow is the boss. My name's William Crow. Yes, Mr. Crow. What is it I can do for you? That's the boss. Yeah. I'm sorry, officer. I wanted to speak to one of you yesterday, but I think that you're an agent, sir. Mm-hmm. Oh, sorry. I'm the pub owner of the Crow's Nest. Really? I thought that Shirley was the owner. No. She has a habit of telling people that, but she just manages the place. Okay. Is that so? Can I talk to you about something, officer? Dude, well... Listen, I don't want Shirley to get into trouble, but
I've got to get it off my chest. Go ahead. Well, I saw her do something yesterday whilst I was locking up. Go on. Oh, God. She took something from your evidence room. What? I don't know what. And I don't care to find out, but... Het ligt natuurlijk in die kluis. En dat is dat ding wat daar afgescheurd is. Idea, ja. You promise me she won't get into any trouble? I'll have a word with her and leave it at that. As long as you tell me where it is, I think we're all good, Mr. Crow. Thank you, officer. You're a good man. Yeah, so where do I look? The pillar that Officer Foster put his fist through the other night. You know the one? Yes, mm-hmm. And again, yeah, sorry about the mess. Hey, I'm a sore loser at darts myself. Okay. I just hope his hand's okay. Anyway, we put up a poster to cover the hole, so that's where she hit it. Ah. Mr. Mm. Could you do me a favor and stay on the line whilst I check? Sure thing. So there's a poster covering a hole in a pillar. Ja, die poster had ik al gezien. Maar die leek mij niet verdacht. Kijk, dat is hier. Kijk eens. Evidence. Class chart. Die is verdacht. Why so Mr. Crow was right. Shirley stole this from the police evidence room. Yeah. What on earth was she thinking? This does not look like the behavior of an innocent woman. Nee. I'd better tell him that I found it. Waarom zou zij bewijs verduisteren? Dat zij iets te verbergen heeft. Ja, en waarom weet Mr. Crow dat? Mr. Crow? You found it? Yes. Thank you very much for coming to us with this. You're welcome. And between you and me, I think Shirley's up to something. No shit. I don't want the pub's good name dragging through the mud if I'm right. Mm. Well... You did the right thing. Good. Oh, and she obviously found a way into your case rooms. Don't ask me how. If you need a place to store any evidence, then you can use my locker in the room just to your right. Not sure how safe it is for you, but it's something. That's very cool. Kunnen we dan met sleutel 1 nog naar binnen, denk ik? I think I will take that code. Mm-hmm. Yeah, sure thing. It's 8068. You've been a great help to us, Mr. Crow. Ah. Thank you again. My pleasure, officer. And please... Go easy on her. Good day, Mr. Crow. Good day. Aardige man. Ja, praktisch. Hij helpt ons. Fascinating officer. I'm going to burn in hell for that one. 8068. Mm-hmm. Hallo? Ja. Hmm. Bierkoppeler. Oh, daar moet die koppeler ding op. Hier, kopplerhandel. Mm-hmm. Kijk. Lekker. En nu? Je moet daar nog iets opzetten. Beeldje? Nee. Ik mis nog iets, denk ik. Ik kan het ding nog niet meer eraf pakken. Mm. Pressure valve. Right, I've done that. Blue mains valve, miss ik. How to change a barrel. Congratulations, now I know how to change a beer barrel. Okay. Dit moeten we onthouden natuurlijk, denk ik. Mm-hmm. Turn off gas. 2. Blue mains naar blue coupler 3. Coupler handle, ja, dat heb ik al gedaan. 4. Anti-clockwise 5. Gas on 6. Test at tap. Oké. Okay. Maar die pressure moet dan eerst.
Oh, zo gaat hij aan, zo gaat hij uit. Mm-hmm. Ja. J.D. Taylor, Special Ale. Cider. Dat zoeken we niet. We zoeken het ding wat op was, denk ik. Kijk, dit is die hose, die hebben we nodig. A spare pipe of some kind. Dat is geen pipe, dat is een hose. Hier is nog een token. Hier heeft weer een doek. Way ahead of you. Lock all hazardous cleaning products in the cabinet in the gents' toilet. Ja, die hadden we gevonden. Ja. Yeah. Daar kunnen we niks mee. Deze. Bracelet's Bitter, die was niet aangesloten, dat klopt. Ja. Yeah. Dus dat gaan we nu doen. Met die Blue Mains Valve. We werken hier nu ook. Daar wil ik die hose op aansluiten. Kijk. Mm-hmm. Attached. Stap 1, gas uit, heb ik. Stap 2, bloeding daaraan. Stap 3, de koppelhandle. Until it clicks. Klik. That sounded like a good strong click to me. Dan het gas aan. Turned and on. En dan natural. Testen bij de bar. Zag hem gaan. Ja. Yeah. Dan testen bij de bar. Dat is keer een foto te stellen. Als je... En dat was hier aan de rechterkant. Deze Bracestone's Bitter. Die hebben we net aangesloten. Kijk, ja, hij werkt nu. Dus nu heb ik ze allemaal. Hier is nog een lok. Kunnen we hier nog iets mee pikken? Dark pijltje. Nee. Sleutel 1 hebben we nog niet gebruikt, toch? Hm. Hey, key 1. Unlocked. Hoppakee. Lekker hoor. Hmm, that's right. Nothing special. Nog meer tokens. Die zijn allemaal voor de jukebox. Mm-hmm. Hier zit verder niks in. Nee. Oké. En nu? Hebben we nog een object? En waarom is het relevant dat we dat ding hebben aangesloten? Ja, dat weet ik ook niet. Hier rechts willen we naar binnen. Landlady Downs Office. Ja. Maar we kunnen die deur niet lockpicken. Deze deur hier kunnen we niks mee als we er naartoe rijden. Ja. Notepad entries. The fuse board in the delivery room will give me access to Shirley's office. Okay. Okay. There's a full barrel of beer in the delivery doorway blocking my path. Oh, wacht. We moeten hem leeg laten lopen. Dat is die bierding die we aan hebben gesloten. Die stond in de doorway, inderdaad. En als hij vol is. Ja. Als dat het is, is dit jouw moment van de dag? No. Komt nu niks meer uit. Ah. Aha. Dus nu kunnen we dat vaatje opzij zetten. Dat is wat jij zegt. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Omdat we hem geleefd hebben. Ja, weet ik. Lijken. Ja, je ziet dan geloven. Is goed, man. Kijk. Baats. Kijk, kijk, kijk. Hup. Op deze detective. En de deur valt dicht. Oeps. Maar nu kunnen we die magnetic doors uitschakelen. Mm-hmm. Is hier nog wat? Nee. Het enige wat we hier hebben is die magnetic doors.
invoice, een rekening. This looks like the stock delivery I've just destroyed. Oh, inderdaad. I hope it wasn't too expensive. Very I've hooked the switch by your office door to ring the last orders bell. Die bel hadden we al gevonden. Mm-hmm. J.D. Taylor's crate of 6. Only had 4 crates. The other 2 will be carried over. Okay. I couldn't get any of that rope you normally use. Carried over. Okay, you already paid. Ik weet niet of dit relevant is. Maar hier staat, I've hooked up the switch by your office door to ring the last orders bell. Hmm. Ja, dat is die knop die je indrukt. Ja, ik ga deze aanzetten. Now, let's see if those office doors have opened. En anders moet ik die bel, die last orders bell, omhalen. Ik denk dat dat het is, het idee. Wat denk jij? Ik heb geen idee. We gaan het zien. Bedankt voor deze aanvulling. Back. Is de deur nu geopend? Dat is de vraag. Ja. 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 Lekker hoor. Het raam is open. Zij heeft hier gerookt. Dit zijn de standaard poses. Hier is een kalender. It must be that Lord of the Rings book on Annabelle's book calendar. That Annabelle is waiting out. Dit kunnen we niet lezen. She's far less organized than her sister. Cousin Eddie's christening. She has everyone convinced. Perhaps taking report with Mr. Crow. She's a compulsive liar. Annabelle wordt 30. Annabelle 30 this year. Ration card. Thomas Trilby. I don't available. Have to guess what she wanted. Nee, want zij verkocht al die shit. Daar was het. Mhm. Oh. Is een prullenbak. Zit daar wat in? Ik kan iets met mijn inventory. In deze prullenbak. Wat wil ik daar kunnen? Ik heb een potlood. Nee. Wat wil ik hier kunnen met mijn inventory? Ik heb een potlood. Ik heb 100.000 tokens. En 2 dartpijlen. Ik weet het niet. Kan ik hier nog achterlangs, ja? Blueprints. Kijk. Hey. I thought I saw you come in here, Mr. Morgan. Mr. Morgan. What on earth are you doing, Mr. Conway? I'm looking for Charlotte May. I told you I'd stop at nothing to find her. Indeed. Wat doet hij hier? And you breaking into Shirley's pub is your way of doing that? Do you really want to know? Hey, trouwfoto van dat stel. Though I could ask you the same thing. What are you doing here, Mr. Morgan? En een foto van Annabelle. Well, when I saw you come over here, I couldn't do it any longer. Do what? Let other people act for me. Sit on my bottom whilst my daughter... It's a father's responsibility to protect his child, and I should have... Mr. Morgan, not everybody is cut out for this. It's fully understandable if you're not. I have the other idea, I think. You see what I mean? You can't bring yourself to say it. I'm a coward and it's shameful. I don't think you're a coward. Then tell me what I can do. Let me prove it to you. Let me help in some way with... What is it you're doing exactly? You can help by making your way back home and letting... Robert. Please. Robert. I don't want to Robert. Very well. The flat upstairs. Obviously, I can't search it myself, so perhaps you can shed some light up. Gaan we dan ook spelen als hem, denk je? Of gaat hij dat gewoon zelfstandig doen? You only have to say if I'm putting you out. We will need to hurry, Mr. Morgan. Understood. Oké. Nee, hij gaat gewoon zijn eigen leven daar beginnen. Ik kan ook niks verder op die trap. Oh, by the way, how is Shirley Downs? Has she been treated? Yes, the doctor said she was fine.
She'll be released. Oh, hij was met haar mee natuurlijk. Did she say who attacked her? No, she didn't say. Damn. Well, thank you for that, anyway. That's fine, Mr. Conway. So what am I looking for up here? Anything that looks interesting or out of the ordinary, I suppose. Yeah. I'm not sure if this counts, but there's a locked door up here. What's so strange about that? Well, it's locked, but there's no keyhole. That is strange. That is fake. Anything else? There's a panel on the side, if that helps. It looks like it might open somehow. Perhaps. Leave it with me. I'll find a way in. What? I'll find a way in. You already know Shelley's a thief. Yeah. Don't feel bad about this at all. Wat zit daar? Ik kan daar niet op klikken. Er zat alleen die stamp in dan, denk ik. Wat is dit? Een hamer. Kunnen we niet meenemen. Er zit geen bloed op. Een andere hamer. Now, what's this then? Een stukje touw. Average cigarettes. Schroefdraaier, die neem ik mee. Praktisch. Telefoon, camera. Kunnen we hier nog iets mee? Lijkt er niet op, hè? Bloemen, telefoon. Nee. Nee. Hier zit een knop aan de binnenkant van de deur. Waar we niks mee kunnen. Er staan een paar schoenen waar we niet overheen kunnen rijden. De foto's. Ja, wel die knop. Ja, dat is die bel. Oh, dan gaat die bel af. De laatste orders bel. Ik zie die foto's, maar ik kan er niks mee. Waar is dit een gang van? Dat weet ik niet. Nee. Twee kinderen. Ik kan kijken naar die foto's, maar die doen niks. Boek. How to spot a genuine fake. Never get ripped up again. Oké. Oké. Ja, hoe gaan we dit doen? Je kan daar niks. Wat is je plan, Robert? Ik kan hier iets met mijn inventory. Maar waarom? Hier niet. Hier zitten nog knoppen die ik nog niet gebruikt heb. Kijk. Nee. Upstairs safe, pub door en een vreemde knop. Upstairs safe, die is kapot. Ja. Frayed wires. Die kan ik repareren met die solder die ik heb gevonden. Kijk, nu is die gemaakt. Lekker man. Er gebeurt niks. Er staat geen stroom op. Oh ja, ik moet dat ding natuurlijk vastsolderen. Kijk. That should work. Let's see if the switches are connected. Mr. Morgan? Yes? Try that door again. I think I might have cracked it. It's open. Kijk, it's open. I have my ways. Could you tell me what's inside? It's a safe. I thought as much. Probably the pub takings, I would imagine. Okay. Probably, yes. I'll keep it in mind. Let me know if you find a key for it. I will do. Okay. Mr. Conway? Yes? This all feels a little... Hij voelt zich ongemakkelijk, hè? Now that I'm here, I feel a little uncomfortable doing this. Kijk, hij zegt letterlijk, ik voel me ongemakkelijk. Ja. Yeah. Well, do you want to find your daughter? Goeie vraag. I'll keep looking. Something's
something opened in this room. In this room? Dat schilderij is open, die foto. Zie je dat? Ja. Hé, hey, dit is die kandelaar die ze gestolen had. Ja. Die foto. Ja. This is from Lady Doe's home. Yeah. She was right to hide her belongings under the floorboards. Shirley has light fingers. Yeah. Music box. Dit is dezelfde music box. You can call me Tony, you know. Die stond bij, Annabelle. There's a music box down here. It's identical to her sister's. Oh, dat zijn zussen. Is there anything up there that I might be... Ik had die link er niet gelegd. Uses a pick. Jij wel? Okay. Ja. Wel drie keer gezegd of zo. Sorry. Something small enough to fit into a lock. Like a small screwdriver? Smaller than that. Like a needle I can bend or a piece of wire. Where would you like me to begin? Bear with me one second. I should use the blueprint on Shirley's desk to guide Mr. Morgan. Hmm. It has the whole of the upstairs mapped out. Ja, het is dezelfde tekst. Ja, letterlijk. En dat ding moeten we ook lockpicken, denk ik, uiteindelijk. Ja. En dan gaat dat ding een muziek afspelen en dat moeten we op de jukebox afspelen. Oh, ja. De blueprints helpen om hem te leiden. Want hij is nu waar? Omhoog, omhoog, office. Oh, note, almost. Switches. Finishing soldering the switches. Oh, die hadden we al gebruikt. Magnetic door. Bedroom. Hier, oh, hier is de trap. Hier is hij omhoog gekomen. Ja. Yeah. I'm ready to guide you. Are you ready to look? Okay, I'm ready. Waar gaan we zoeken? Zeg maar. Kastje? Ja, denk het wel. Is there a cupboard of some kind? Okay, so there's a lot on it. Not sure if any of it is small enough though. What are you looking at specifically? I think some of this stuff belongs to Mrs. Doer. Hey. And some of it to Riverfort Library. Hmm. Books? Not really things you're allowed to take from a library. She's not a very honest person, I'm afraid, but... Okay. It's not relevant. Keep looking for a lockpick. Okay. Try the coffee table. There isn't one. Oh. Let's try something else then. Anything down the back of the settee? One second. Oh. What? Old crisps. And some money. Okay. Lovely. Nou, hebben we net nodig. Look in the cupboards. There might be something pick-like in there. Something pick-like? Are you okay? Yes, I'm fine. Found anything? There's a corkscrew? Far too big, I'm afraid. We're looking for something small. Try the fridge. On my way. Okay. Anything? No, unless you can pick the lock with a corned beef key. Let's move on. Corned beef key. Zo'n draaiding om zo'n blik over te krijgen. Really? Ja. Yeah. Well, you never know. Nothing. Sorry. Okay, gaan we naar de bedroom. What's under her pillow on the bed? That's a little invasive, is it not? Mr. Morgan, you're sneaking around. Gewoon gaan, jongen. I think we passed that point a while ago, don't you? There's a lot of pictures under her bed.
foto's onder het bed. Levitt's garage. A lot of cars and vans and whatnot. So that's where the threat to help. Het lijkt erop dat zij evidence verzamelt tegen de buurtbewoners. Let's carry on. Is the wardrobe unlocked? Looking now. There's a coat hanger. Perfect. Ja, dat hebben we eerder gebruikt, hè? Will do. Ja. Can you come to the stairs? We hebben al eerder een coat hanger gebruikt. Ik druk naar rechts, zodra naar links. I'm ready. Okay. Gooi hem aan. Got it. Hoppakee. Achievement unlocked. Catch. Fancy, hoor. Nou. God, moet weer een beginnetje zoeken. Het wordt ons niet makkelijk gemaakt, hè? Nee. Maar goed, inbreken is ook zwaar werk natuurlijk. Lekker. Hetzelfde muziekje. Naar de jukebox dan maar. Ja. Maar genoeg tokens in ieder geval. Ja, gaan we die man dan gewoon daar alleen laten, daarboven? Ja, nou ja. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Nee, dat kan. Oké. Gaan we hem verder dan... Leiden nog? Of wat kunnen we nog? Hoe dan? Nee, kan ik niks meer hier aanklikken. Oh wel. This is where I've been searching. Oh. The upstairs is in the top right. Ja, dat weet ik. Ik kan daar niet meer klikken. Dus ik denk dat we alles gevonden hebben hier. Kan ik nog gewoon naar de trap toe gaan om met die man te praten? Dat ik zeg, jongen, kom weer naar beneden. Nee, dat kan ook niet. Of moeten we hier naartoe en even op die knop drukken, hier. Rijden. Pub door. Oh ja. Nee, er gebeurt niks. Dat zal dan de voordeur zijn. Hè? Kan daar niks. Hier kan ik mijn inventory pakken, maar ik weet niet waarvoor. Nee, ik ook niet. Kan ik hier uit het raam kijken? Ja, dat heb ik nog niet gedaan. Uitzicht op de garage. Verder kan ik hier ook niks. Oké. Dit raam dan. Is geen optie. Dit zijn die knoppen. Dit raam. Nee, dus de... Floorplans. Telefoon, camera. Nee, cup. Dus we moeten nog hier iets doen. En wij hebben nog in onze inventory een potlood. 100.000 tokens, 2 dartpijlen. De sleutels hebben we allemaal al gebruikt. Een schroevendraaier hebben we ook nog. Moeten we hier niet zo mee te draaien? Moeten we hier niet zo met de schroeven draaien? Daar kan ik niks aanklikken hier. Ja, dit ding. Nee. Die heb ik allemaal gelezen. Die tas zat niks in, die vuilnisbak, daar hadden we ook nog niks mee gedaan. Dan kan ik ook mijn inventory voor pakken. Maar ik kan er weer nergens op klikken in die vuilnisbak. Of
vreemde knop. Oh, daar ging dat ding mee open. Druk hem in. Wat gebeurt er dan? Dan gaat hij weer dicht. Wat was die eerste dan? Ja, die heb ik net ingedrukt. Die was van die schilderij. Oh, ja. Ja. Maar ik heb nu weer op die knop gedrukt en er gebeurt nu niks. Ja, dat weten we. Die candlestick weten we ook. Er was iets met die bel, die was... Oh, hier zit een dubbele bodem in, dus dat ook in die andere. Ja, stom van ons. Natuurlijk. Key. That worked. Oh, good. Want die zat ook in die andere music box, die dubbele bodem. I'll let you know. Anything on your end? No. Maar waar is not deze yet. Sleutel dan van? By the way, I saw you last night with the police. What was all that about? Hij praat weer tegen ons. You mean the police haven't told you? Told me what? For God's sake, Catherine. It's probably nothing, but... I thought that Charlotte may have been in Lady Doa's home. What? You saw my Charlotte? No, and I may very well have been mistaken. I don't understand. You... Why didn't the police tell me? They must have found enough evidence. De politie houdt informatie achter voor de vader van het kind. Do you think she was there? Want? Perhaps. Daar is vast een reden. I have no proof. Yeah. I'm sorry. That's why I'm continuing my search. Is everything all right? Let's carry on, Mr. Conway. Ja, let's carry on. Met wat? Ik heb een sleutel gepakt. Hier zit geen slot meer in. Waar is die sleutel? Moet je de sleutel naar boven gooien? Is die van de kluis? Nee, dat kan niet. Waar is die sleutel dan van? Was hier nog iets op slot? Er staat nog een kistje op die tafel. Kan die nog open? Oh, dit is gewoon een schoenendoos. Oh, die mirror hebben we er niet naar gekeken. Kunnen we ook niks mee. Hier een lock. Hey. Kijk eens. Dit is nieuw. I think that safe might be important after all. Really? How does it open? I did look, but give me a second. Change the upstairs safe combination to lock code to Annabelle's birth year. Do you have anything to use as a pick? I gave the hanger to you. I can get another one, though. Perfect. Okay, I'm going to throw you something. All right. I'm at the stairs waiting. We gaan dit boek nemen gooien. Annabelle's birth year. Ze is 30 geworden. En we zitten nu in welk jaar ook alweer? Kunnen we hier zien op de kalender. 1954. Okay. Dus haar geboortejaar is dan 1924. Toch? Mm-hmm. Ja. 1924. Wat gaan we naar hem gooien dan eigenlijk? Oh, die lockpick die we gevonden hadden. Goeie worp. Did you get that? I have it, but I'm not sure how to use it. Not to worry, we'll get to that. First, let's figure out this combination. Ja, dat weten we al. I'm going to look for a code. Dat weten we al. Wat moet ik doen? Look for a code. Ik weet al de code. Moet ik nu in die diary kijken? Is dat het? Kom.
Ik snap het niet. Hm? I'm going to look for a code, maar die weten we al. We worden opgelicht. Ik begrijp het niet. What about... Oh, ik moet gewoon roepen naar hem. Oh. 1, 9, 2, 4 We're in. Kijk, kijk. Well, at least the combination worked. I still have no idea what to do with this thing you threw to me. We're going to pick that lock, Mr. Morgan. Okay. And how on earth does one start that? You see the hairpin? I do. Put that to one side. The other thing you have is called a tension wrench. Hmm. Okay. Insert it into the lock near the bottom. I've done that. Now this next part requires some patience. Oh dear. Dat heeft hij niet, blijkbaar. Put the coat hanger above the wrench and put it to the back of the lock. We're going to navigate around the lock by feel. No. I'm not sure this is something I can do, Mr. Conway. Yes, you can. Just try to be slow. Okay. Oh, we helpen. Weer in één keer goed, hè. Weer in één keer goed. Blast. Oh. I'm sorry it slipped out. Not to worry. Just start again. Mr. Conway, I really don't think I can do this. Jawel, jawel. Trust me. Yes, you can. Fine, I'll try again. Het is ook gewoon diezelfde puzzel. First one down. You need to move the pick to the back of the lock. There are probably around 3 or 4 things to pick before you're done. Keep going. Thank you. Als we midden boven zitten, zitten we goed, hè? Keep going. You're doing well. Hello? We raken wel meer bedreven hierin. Ja. We. Hey, we. We zijn een team, hè? Down. You're almost there. Thank you for your patience, Robert. I don't believe it. You did it. It's open. You did it. Well done. Right. Mm-hmm. Let's take a look inside. Do it. Dear God, I think this might be what you were looking for. This is hair. Wij hebben gezien, hè, maybe hoe zij dat erin heeft gedaan. Too. Does this mean... I don't understand. What's the matter? It's the weapon. Oh, daar is een stukje gras van. Ja. Yeah. Did you know this was here? I can assure you I did not. Is dit het ding waarmee hij zelf tegen zijn kop is geslagen? Dat lijkt me. It could mean anything. It's best not to jump to conclusions. At least until I've had a chance to examine it further. Spyglass. Take a look. Kijk, glass shard. Yeah. Pas precies natuurlijk. Mm-hmm. Glass shard. Kijk, pas precies. Perfect fit. Take spyglass. Where is my daughter, Mr. Conway? You promised you'd find her. Mr. Morgan, let's find out together. Oh, filmpje. Filmpje. We zijn weer in onze woning. After searching Shirley's pub, it's clear to me that she's a person of questionable morality. Yeah, the glass shard that the police found matched the small telescope perfectly. I'm positive it was the weapon used to hit Tony Morgan. It was the weapon to hit Tony Morgan. I found no trace of Charlotte May. This is my last chance. Kijk, can I place Shirley down at the telescope?
Does any of the evidence match the police report? And is there another way the glass could have been smashed? Shelley used Lady Doa's telescope to spy on the Morgans. Is there any evidence that places her in Lady Doa's home on the night that Charlotte May was taken? The only proof of an intruder at Shirley Downs's pub was a glass they may have smashed during the attack. Is it possible that there was no intruder? Die duif. Ik zeg het je, Marjolein. Some other way? Die duif. I've taken some excerpts from the police report I found. Can I use them to connect Shirley to the kidnapping? Does any of the evidence match the police report? Vier dingen moeten we daar vinden. Hoe kan het glas kapot zijn gegaan? Moeten we twee dingen vinden? En kunnen we Shirley Downs plaatsen in het huis van Lady Doa? Schoonmaakmiddel. Blurred vision, loss of memory. In rare cases, death. Mixing this product with alcohol-based liquids. Loss of memory. Dat weet ik niet. Dat zit zo met. Larry came home drunk. Dat hoort bij elkaar, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Hij was dronken. Dit hebben we. Loss of memory. Ja. Wat hebben we hier? Larry stumbling around the gate. With one shoe. Lijkt me ook belangrijk. Bart list. Larry. 1 month for starting a fight. 22 juni. Dat is de datum van de ontvoering. Last orders. Oké. Dus om 10 uur sluit de kroeg. Als je dronken bent. Last left on the last order's bell will fall off when it rings. Ja, daar komt een glas vandaan. Lekker, Marjolein. Dus glasses left on the last order's bell will fall off when it rings. Oké, dus dat hoort bij. Is there another way the glass could have been smashed? Dat is dus deze glasses left will be. Oké, dus die moet daar naartoe. Wat hebben we hier nog meer? Angle of wood implies that the attacker was shorter than the victim. Courtyard too dark to see. Oké. Dit is iets heel anders. Dit is ook niet in die kroeg. Nee, het heeft iets te maken met die eindlijst. Wat kunnen we hier aanklikken? Niks. Ring main 1, ring main 2, ring main 3. Even kijken. Stock delivery. Die rope. Clawtooth hammer. Die tablets, die hebben we hier. Dat hoort bij elkaar. Ja. Yep. Met haar signature erop. Traces of heavy liquid sedative found. Smashed plant pot. Nee. Unrecognized blue jumper. Brown soil. Wat moeten we verbinden met dit? Glasses will fall off when it rings. En ze weten, jawel, we weten dat het ding ringt doordat deze rode verbinding daarmee is. Ja. Denk ik, toch? Lijkt me wel. En de rode verbinding is ring main 1. Gaan we die verbinding maken? Ja. Dus dan zeggen we. Verbinding 1 is, glasses left on the last order's bell will fall off. En we zeggen verbinding 2, dat komt omdat die vrouw op die knop heeft gedrukt. Met de rode
ring mee. Groen is boven, geel is... Hier zit ook geel. Geel en rood. Cashier, till. Last orders bell. Hier, is geel. Ja, is geel. 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 Zo, die twee bij elkaar. Goed. Ja! No, lekker. Oké. Kunnen wij Shirley Downs plaatsen bij de telescoop in Lady Doer's huis? Shirley used Lady Doer's telescope to spy on the Morgans. Is there any evidence that places her in Lady Doer's home on the night that Charlotte May was taken? Ja, kunnen wij Shirley plaatsen in Lady Doer's huis? Even kijken. Ja, hier moet het zijn. Want dit waren de notes van Shirley. Ja. Die ze had opgenomen. Saw her in the kitchen. He is her. Sheila. He cuddles her. He is her. Ik denk Sheila. Wie is Sheila? Ja, dat weet ik niet. Waar hou je Sheila vandaan? Het stond toch op dat briefje? Welk briefje? Ugh. Er was nog zo'n briefje wat hierover ging. Dat zit hier niet bij. Dan is het niet belangrijk. Nee, ik denk ook niet. Nee. Hier, Sheila. Shirley. Sorry. Oh. Larry came home drunk. Larry heeft een kroegverbod gekregen. Wat hebben we hier nu meer? Dinsdag 22 juni. Dit zijn al die gestolen auto's. Dit hebben we ook al eerder gebruikt. Maar de vraag is... I've taken some excerpts from the police report I found. Can I use them to connect Shirley to the kidnapping? The police report is dit. Nee, dit. Nee, godver. Dit. Dit is de police report. Mm-hmm. En wat kunnen we daarmee verbinden? Weapon was likely made of metal. Multicolored black and green rope. Ja, ja, dat stond in de bestellijst. Nee. Green binding rope. I couldn't get any of that two-tone rope you normally use. Black binding rope. So I got you a mixture. Ja, dus we hebben nu groen en zwart is een mixture geworden. Dus dit hoort bij elkaar. En dat is deze. Hoort bij... waar stond hij nou? Rechtsonder. Ja. Multicolored rope. Ja. En dat hoort bij de police report. Wat hoort nog meer bij de police report? Wat was de police report? Ik ben die kwijt. Hier. Traces of motor oil mixed in with blood sample. Angle of the attacker was shorter than the victim. The attacker had to know the victim and where they would be. Dit is er ook nog een, ja. Ja. Traces of heavy liquid sedative. Unrecognized blue jumper thread. Smashed plant pot. Brown soil deposits. Harry stumbling outside the gate with one shoe. Dit is wat hij ziet. Ja. Front door hugging.
traces of heavy liquid sedative found at the scene. Loss of consciousness. Dat zou kunnen. Mm-hmm. Dat het daarom een liquid sedative is. Loss of consciousness. Zullen we dat proberen? Ja. We gaan het proberen. Dus dan hebben we evidence 1 is de mixture van de rope. Mm-hmm. Evidence 2 is fiber from multicolored black and green rope. Mm-hmm. Evidence 3 is heavy liquid sedative. Mm-hmm. Evidence 4, loss of consciousness. Ja. Yeah. Good. Oh! Oh! Continue. Lekker. En nu hebben we nog 3 bewijsstukken nodig, waarmee we Shirley Downs in het huis van Lady Doer moeten krijgen. En zoveel bewijsstukken hebben we niet meer. Ik denk dit, dat ze heeft gezien dat Larry er was. Mm-hmm. Maar dit is niet geschreven door Shirley, dit is geschreven door Shirley. Nee. Nou, er staat hier natuurlijk, courtyard was too dark to see. The attacker to know the victim and where they would be. Ja. Hier hebben we. Ja, dat ze Larry heeft gezien. Ja. Larry gezien. Hier hebben we. Dat hij op 22 juni. Een gevecht is begonnen. Ja. Omdat hij dronken was op 23 juni. Last night, was dus op de 22e, daar is hij een gevecht begonnen. En hij heeft Larry gezien, bij het hek. Mm-hmm. Ik ga die 3 dingen verbinden. Vind je dat goed? Ja. En deze. Dus bewijsstuk 1 is, ik heb Larry gezien. Mm-hmm. Bewijsstuk 2 is, Larry heeft een kroegverbod. Bewijsstuk 3 is, Larry was dronken. There must be some smart oh, nee. You could have called him a taxi. Is er iets met die tijdstippen nog? Wat hebben we hier? Courtyard was too dark to see. Motorolie hebben we niet gezien. The attacker was shorter than the victim. All neighbors were present. Maar Larry is geen neighbor. En hoe weet de politie dat all neighbors present waren als zij niet in haar eigen huis was? Dat is een goede vraag. Ja, zij mag daar natuurlijk zijn, want ze was daar aan het schoonmaken. Ja. Want dit ging over die affaire die Harold Levy had. Met wie? Weet je dat nog? Nee. The attacker had to know the victim and where they would be. Maar wat moet er dan weg? Can I place Shirley Downs at the telescope? On the night Charlotte May was taken. Dit is dan misschien... Ja, ik weet het niet. Ze staat bij de telescoop omdat ze dit allemaal kan zien. Oh, ik vind het lastig. Ik vind het lastig. Hm. Of moet gewoon die datum erbij? On the night she was taken. Hier staat die datum bij.
Ja. Dus dat is de datum. Zij heeft Larry gezien hier. En hij is geband daar. Kom. Stinking drunk last night. Hier heeft ze hem gezien. Stumbling around omdat hij dronken was. Dan moet gewoon het kroegverbod eruit. En die datum erin is nog een mogelijkheid. Mm-hmm. Proberen. Ja. Ja. Lekker. Ja. That's it. By the police's account, Shirley had access to the same type of rope and chloroform of a sort. Yeah. Match that with a telescope as an attack weapon, and I think I have all the means I need. This surely does. I can even place her at the window, watching over Charlotte May just minutes before she was taken. Yeah. I spent so much time looking at the McKees and Harold Levy. It's Shirley. It has to be. En wij weten op dit moment niet waar Shirley is, omdat zij met de ambulance was meegenomen. Time to gather the neighbors and share my suspicions. Time to gather the neighbors and share the suspicions. Nou. Oh. Wordt vast gezellig. The accusation. Dat lijkt me iets voor een extra video. Dat denk ik ook. Dus dat gaan we dan maar doen, denk ik. I was reaching the end of my investigation. Hij nadert het einde van de investigation. We gaan zijn gesprek hier afbreken, denk ik. Omdat we een aparte video gaan maken van de eindconclusie. Of niet, Marjolein? Vind ik een goed idee. Dat is goed. Dan zien we jullie graag in de eindconclusie. Doei, doei.